wonen in het Zwitserse Val d'Anivier in het skigebiedje van Zinal. Zinal is een van de skigebieden die in deze vallei liggen, waar onder andere ook Saint-Luc, Chandolin en Grimens liggen. Het verschil met Zinal en de gebieden hieromheen is dat Zinal ietsje steiler is, de pistes zijn iets pittiger. En Zinal die verdient de laatste jaren steeds meer bekendheid onder wedstrijdskiers, omdat ze in het begin van het seizoen al heel snel een aantal pistes kunstmatig besneeuwen. Vaak kan je er al skiën vanaf begin november. En waar Zinal echt helemaal bekend bij staat, is bij de off-piste skiers. Ondertussen is het geen echte secret spot meer, maar ondanks dat kan je er zelfs een week na de sneeuwval nog steeds verse sneeuw vinden. En mooie couloirs vinden waar nog weinig sporen in liggen. Nou, dat gaan we vandaag proberen. Op zit in het skigebiedje van Zinal. En dit gebied doet zijn naam echt eer aan als poedergebied, als off-piste gebied. Het heeft hier al een week niet meer gesneeuwd en toch is het ons gelukt samen met de hulp van een lokale gids om ongespoorde sneeuw te vinden. Naast de mooie off-piste mogelijkheden die er bijna overal al zijn, voelen de pistes hier ook lekker speels en behoorlijk uitdagend aan. Een stuk leuker en een stuk uitdagender eigenlijk dan de naastgelegen gebieden voor gevorderde skiers. Beginners zullen het hier misschien ietsjes te pittig vinden, zeker ook omdat er toch ook een behoorlijk aantal sleepliften zijn die niet al te makkelijk zijn.